De bouw van de nieuwe campus van de University of Applied Science and Technology Suriname, UNASET, Suriname, is afgerond. Vandaag vond aan de Hindilaan de officiële opening plaats van de campus. De bouw van de campus startte 5 jaar geleden en heeft uiteindelijk ruim 50 miljoen SRD gekost. Nu de campus er is, kunnen de 1500 ingeschreven studenten gebruik daarvan maken en wordt aan hen diverse faciliteiten zoals gratis internet aangeboden. Voorzitter van het bestuur van UNASET, Treffy Verich, zegt dat de nieuwe campus heel noodzakelijk was omdat het aantal inschrijvingen elk jaar stijgt. We maakten gastgebruik van de campus, Natin Complex, een van de gebouwen, ondertussen twee. En dus, we zijn uitgegroeid. Dat gebouw is te klein, voldoet niet aan onze eisen. Internet was een vraagstuk. De lokalen, hoe die lokalen zijn ingericht. Ondanks we veel hebben geïnvesteerd daar in al die lokalen. Maar het was te klein geworden voor ons. En we konden onze andere activiteiten, research and development, al die andere activiteiten die we hebben, konden we moeilijk daar doen. Dus we hebben toen besloten dat we echt een eigen plek moesten. Daarnaast waren, zoals ik al zei, de campus, University Village, dat waar ons kantoor staat, was ook op de lijst van University Village gebied om gedemolished te worden. Dus opgedoekt te worden. Dus we moesten een andere plek hebben. Voor Verich is de afronding van dit traject een opluchting, omdat zij ineens geconfronteerd werden met allerlei tegenslagen. Zij noemt als voorbeeld de prijsverhogingen die steeds plaatsvinden. Zij zegt dat ook politieke invloeden hebben getracht dit project te belemmeren. We weten dat Nederland een bepaalde houding heeft tegen bepaalde politieke leiders in Suriname. Dus toen na de verkiezingen, toen zij hadden gewonnen, hebben zij een houding aangenomen. En het is de Hogeschool van Amsterdam en zij zijn ook een beetje politiek gelieerd. Dus waardoor de samenwerking een beetje iets bekoeld is vanuit de top. Maar op de werkvloer met de docenten is dat niet een... Dat was niet merkbaar. Dus het was vrij subtiel, maar we hebben wel gemerkt dat het ging alles al zo langzaam en vertraagd. En ik vind het wel jammer, want het gaat nou eenmaal om de student. De bouw van de campus is tot stand gekomen met onder andere bijdragen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Hogeschool van Amsterdam, het Natuurtechnisch Instituut en T. Le Sueur.